Ik ben een chagrijnige onder indruk van iets hoor, dus... En dat het dan ineens naar min 100 gaat, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Het matcht in geen enkel opzicht met de theorie en hoe het in werkelijkheid gaat of kan gaan. Een 6 voor de moeite. Ik ben Wouter van Bernebeek en ik ben meteoroloog bij Weerplaza. In veel rampenfilms zie je scènes met natuurrampen, met extreme weersverschijnselen. En ik ga kijken naar een aantal scènes uit de film The Day After Tomorrow. Hoe realistisch dat eigenlijk is. Nou, op deze scène zie je dat er meerdere tornado's zichtbaar zijn. Er zijn er zo 3 in beeld. Maar er zijn er nog meer aan de grond. Nou, theoretisch gezien is dat bij een onweersbui op zo'n korte afstand van elkaar niet mogelijk. Er zijn wel voorbeelden in Amerika dat er 2 tornado's naast elkaar uit 1 onweersbui omlaag zijn gekomen. Nou, dan heb je 2 circulaties als het ware. Maar dit is wel heel onrealistisch en helemaal als je gaat kijken naar de plek waar ze voorkomen. Want dit is langs de westkust van de USA en daar is het eigenlijk niet mogelijk. Maar het is wel een spectaculaire scène gezet. If you look over there behind me, that's a tornado. Yes, a twister in Los Angeles. It's one of many tornadoes that are destroying our city. There's another one. Een onweersbui met een tornado heeft meestal een hele lage wolkenbasis, op een paar honderd meter hoogte vaak. En hier zie je dat de wolkenbasis zeker een paar kilometer hoog is. En dan heb je zo'n enorm lange slurf nodig die de grond aanraakt, dat dit eigenlijk niet mogelijk is. Dat zie je ook op andere fragmenten boven de stad. De wolkenkrabbels zijn daar sowieso al een paar honderd meter hoog. En dan zou de wolkenbasis vaak in ieder geval in de buurt van de top van zo'n gebouw al moeten komen. Maar dat is helemaal niet het geval in de film. What you're seeing are 2 actual tornadoes striking Los Angeles International Airport. Wait, it looks like they joined and formed one large tornado. Nou, het rondvliegen van puin, ook van auto's en vrachtwagens en zo, dat is wel realistisch. Dat gebeurt in werkelijkheid ook wel eens, wel met de zwaarst mogelijke tornado's. Dan spreken we over EF4, EF5 tornado's meestal. Dan is het wel mogelijk dat er een auto of een vrachtwagen door de lucht vliegt en ook een eind verderop echt neerkomt en daar veel schade aan richt. Dus dat stukje is wel realistisch weergegeven. Daar was die, hij is afgelopen. De tornado-scène krijgt een 6, omdat het meteorologisch gezien niet echt goed is opgebouwd. Maar qua schadebeeld en vormgeving is het wel redelijk zoals het in werkelijkheid kan. Ja, dat is natuurlijk totaal onrealistisch, zeker in zo'n systeem. Zo'n systeem is juist opgebouwd boven de warme zee uit warme lucht. Haalt voeding uit die warme zee, uit dat warme zeewater. En dit is eigenlijk precies het omgekeerde wat hier gebeurt. Dus dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Ja, de gevolgen die dan door zo'n bevriezing plaatsvinden, nou ja, dat is mooi in scène gezet. Maar om dat voor elkaar te krijgen moet het wel heel koud worden hoor. Zo koud is er nooit op aarde geweest, dus dat is heel onrealistisch. Deze scène met de helikoptercrash vanwege de koude lucht, ja, dat zet ik toch in op een 3, omdat het niet realistisch is. De gevolgen zijn ongetwijfeld goed weergegeven, wat je met die temperaturen kunt krijgen, maar het kan gewoon niet voorkomen op deze manier. Dus vandaar, ja, is het niet realistisch. Zie je vanuit de ruimte is de orkaan eigenlijk van bovenaf in beeld gebracht. En dat de koude lucht zie je ook echt over de wand van het oog naar beneden stromen.
Nou, die lucht is dan om en nabij de min 100, neem ik aan. Dat is natuurlijk niet realistisch, dat kan niet. Nogmaals, een orkaan, zo'n systeem als wat je hier ziet, is juist opgebouwd uit warme lucht. Haalt zijn voeding uit de warme zee. En hier werkt het juist precies omgekeerd. Dus die temperaturen die hierin voorkomen zijn natuurlijk niet realistisch. Het is overigens wel mooi in beeld gebracht. Hier zie je dat op die gebouwen die honderden meters hoog zijn, wat ook eigenlijk ontbrak bij die tornado's, het beeld, dat is hier wel goed in beeld gebracht. Die gebouwen zijn honderden meters hoog. Vanaf daar begint het dan te bevriezen en die lucht die stroomt dan naar beneden uit tot die het aardoppervlak bereikt. En gedurende dat traject bevriest dan alles. En deze scène zie je ook dat de vorst eigenlijk meteen met een paar seconden door de muren heen komt, alle gebouwen ingaat. Ja, zelfs met die temperaturen ga je dat niet halen. Kijk, we hebben bijvoorbeeld op de Zuidpool hebben ze ook een wat waarnemingspunten en ook gebouwen staan waar wel eens mensen verblijven. Nou, daar heb je dan wel eens temperaturen van min 70, min 80, soms nog wel iets lager dan dat. Het is ook niet zo dat het daar in één keer binnen een paar seconden door de muren heen komt. Nou, deze scène waarin de koude lucht dus de stad in dondert en de temperatuur eigenlijk in een paar seconden tijd met 100 graden daalt, ja, is natuurlijk totaal onrealistisch. En dat beeld, nou, scoort denk ik niet veel hoger dan een 2. De animatie zelf en met name ook het beeld van bovenaf van de orkaan zelf en dat geheel, dat is wel mooi weergegeven. Ik zie water. Je ziet daar die muur van water aankomen. Ik denk toch zeker 40, 50 meter hoog. Ja, zoals gezegd, zo abrupt kan dat niet. Met een stormvloed stijgt het waterpeil geleidelijk. En dat kan nog een flinke stijging zijn, maar niet zoals dit. Maar het flitst ook constant erbij. Het onweert eigenlijk constant erbij. Terwijl het ook regent en sneeuwt. Die combinatie klopt ook al niet helemaal. Maar onweren bij zo'n situatie, dat is ook heel ongebruikelijk. Dat gebeurt juist bij tropische systemen die een heel warme oorsprong hebben. En hun voeding echt uit de warme zee halen en niet bij zo'n systeem. Het cijfer voor deze scène van met de tsunami. Ja, de animaties zijn heel mooi opgezet. Maar ook voor dit geldt eigenlijk weer dat het natuurlijk onrealistisch is. Zeker als je ziet hoe die tsunami ontstaat, puur door stormvloed. En stormvloed, ja, dat gaat geleidelijk. Dat levert niet een enorm golf in één klap op van 40 of 50 meter hoog. Dat is echt... zoiets kan alleen met een aardbeving, een hele zware aardbeving en nog niet zo hoog hoor. Maar dit is... puur door stormvloed, theoretisch gezien niet realistisch. Maar goed, het is natuurlijk wel mooi opgezet, ook de animaties. Dus daarvoor, nou ja, toch een 5 of een 6, dat zit er wel in. Ja. Nou, dit was het. We hopen dat je er iets van hebt geleerd, iets van hebt opgestoken. Vooral van de theoretische kant een beetje. Heb je nou nog een andere rampenfilm waar je denkt van, nou, zit daar wel een kern van waarheid in? Of is het eigenlijk puur op sensatie gericht? Laat het ons weten hier in de comments en misschien lichten we die ook nog wel een keer uit de volgende keer.